is Jeannette Pera. Ik ben intern begeleider van de nieuwe samenwerkingsgroep Spijt. Wij staan hier voor het nieuwe gebouw bij de ingang. En we doen dit omdat we onze leerlingen willen laten zien hoe de school eruit komt te zien straks. Mijn naam is Henk Diphoorn. Ik ben projectleider bij Bouwman Hendricks. En ik ben verantwoordelijk voor de nieuwbouw van deze school. En we nemen jullie straks samen mee in deze school. Mijn naam is Ronald Jelsma, ik ben verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit, het bouwtoezicht namens project- en bouwmanagement Giezen. We zijn nu in de centrale hal waar je binnenkomt als je door de ingang gaat. Hier komt de bibliotheek. De bibliotheek is bereikbaar en daardoor kunnen we een enorme ruimte creëren. Die voor diverse doeleinden geschikt is. We zijn momenteel druk met de aanbouw. Je kunt zien, het gebouw is glasdicht. Dus we hebben geen last meer van regen en wind. Momenteel zijn we nog bezig met de huisjes. We noemen dat de huisjes. Dat zijn eigenlijk op zichzelf staande gebouwtjes, zeg maar. De een wordt gebruikt voor de installaties. Er wordt een gebruikt voor de trefgroep. Er komt een keuken in. En voor de rest wordt alles aan de zijkant en afgewerkt. Zijn er druk bezig om het installatiewerk uit te brengen. En binnenkort zullen ook die wanden gesloten worden en afgewerkt worden door de schilders. We staan nu op de leerplein van de inbouw. Hier zijn vier lokalen die hier op uitkomen en die kan verwerkt worden door alle kinderen. We lopen nu een lokaal binnen. Nou, je ziet dat hier de wanden al bijna gesloten zijn, dus de wanden zijn die bijna klaar. Het plafond moet nog aangebracht worden. Je ziet aan de zijkant nog de bovenramen. Die blijven ook mooi open, want het plafond wordt een eindje teruggelegd. Wat je nu ziet aan dit plafond, dat blijft aan het zicht. Er komt een aftimmering. En vanaf de dikke kant zal er ook nog een plafond aangebracht in dit alle vertrek, alle lokalen. We lopen nu naar de klassen van groep 1 en 2 en de BSO van Kids to Be en de buiten speelzaal. We lopen nu naartoe. Dit is het lokaal van Kids to Be. Deze ruimte is het ontwikkelingsplein van de beide kleutergroepen. Dus de spelen, de bouwen, de poppenhoek. En dan lopen we nu het lokaal van de kleuters binnen. En dit is een kleuterlokaal in wording. We lopen nu naar de laatste vleugel waar de bovenbouw gevestigd wordt. Hier is het leerplein van de bovenbouw met de lokalen daaromheen. Hier is het klaslokaal. Met veel ramen, een mooi uitzicht op het plein. Inmiddels zijn we buiten. Nou, je kunt zien dat we al druk bezig zijn met de overkapping en inbouw rondlopen de hele school. Dus ieder lokaal heeft ook een eigen overkapping waar je heerlijk buiten kunt zitten te werken. En dat valt er inmiddels al gestaag. Boven de overkapping zie je allemaal nog regelwerk. Er wordt allemaal door ons nog keurig bekleed met een plaatmateriaal. Dat krijgt dezelfde kleurstelling als het messelwerk. Nou, het messelwerk is op zich heel uniek, dat kun je weer zien. Het is in een kruisverband gemesseld. Je ziet ook allemaal van die mooie bewerkte stenen, zeg maar, die mooi indrukkelijk naar voren komen. Dat maakt allemaal die school ook aan de buitenkant best wel bijzonder. Dit was de rondleiding. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld gekregen hebben van hoe de school eruit komt te zien. Mochten er nog vragen zijn, de leerkrachten die handelen alle vragen en dan komen ze vanzelf weer bij ons terug. En de antwoorden komen weer bij jullie terug.